Valentijn zegt, we zijn er weer bij. We zijn erbij en dat is prima. Viva Hollandia. Het tijdperk Koeman gaat nu echt beginnen, de wedstrijd tegen Engeland. Wat mogen we verwachten van dit Nederlands elftal? Poeh, nou dan moeten we even afwachten. In ieder geval een ander systeem, vermoed ik. Is dit Nederlands elftal iets beter of nog iets slechter dan dat onder dat van Advocaat? Dat is daar een moeilijke vraag, joh. Ja, dan moeten we afwachten. Ik denk dat het misschien iets beter zal worden. Nee, het is hetzelfde. Alleen we hebben een andere coach die iets realistischer. Toen we uitgeschakeld waren, toen werd Dick Advocaat wakker. Ja, toen gingen we alles winnen, maar toen had geen nut meer. En is Ronald al wakker of moet hij nog wakker worden? Ronald is wakker geschud door Dick Advocaat. Toen hadden ze nog Robben en die maakte wel het verschil. En... dus eigenlijk moeten we alleen nog maar nog minder verwachten. Ja, we moeten inderdaad nog minder verwachten. Ja, ik denk niet dat je voor je plezier de eerste wedstrijd naar het Nederlands elftal gaat kijken. Je wordt niet verwend. Hè? We missen Robben nu ook nog. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Die missen we. En daar hebben we alles aan gedaan om hem geprobeerd terug te halen. Dus dat zegt wel iets over hoe hij naar deze groep kijkt. Wat zegt dat je al 3 spelers van AZ bij het Nederlands elftal hebt? Dat geeft aan dat het niveau van het Nederlands elftal niet het niveau is... ja, wat we graag willen. Je gaat niet meedoen om de prijzen met dit team. Wat heeft Ronald Koeman al veranderd? Nou, de organisatie heeft hij aangescherpt. De discipline is aangescherpt. Het wereldse Huis ter Duin in Noordwijk is ingeruild voor een strafkamp bijna in het Zeisterbos. Waar niemand bij kan. Hè. Er staan beveiligers voor de deur, er staan verkeersregelaars, politie. Dat het niet de bedoeling is dat we hier gaan filmen en fotograferen. Oké, hier ook niet. Nee. Oké, goed, dat weten we dat. Op nadruk van de KNVB. Ze willen gewoon alle rust de jongens binnen laten komen. Ik kom makkelijker Noord-Korea binnen, denk ik, dan Woudschoten in Zeist. Dus... gaat dat wat opleveren, dat bewaakte gedoe? Dat is te hopen. Nederland zelf heeft niet de kwaliteiten die ze hebben gehad de afgelopen jaren. Met Van Persie, Robben, Sneijder, Van der Vaart. En dan moet je iets anders verzinnen. Nou, maar we hebben nou nieuwe helden staan op. Woutje Weghorst. Ja, Woutje Weghorst. Goed, Wout Weghorst, ja. Dat zit nu al in het Nederlands elftal. Ja, ik denk dat die Engelsen beven. Met angst en beven komen ze nu naar de arena, inderdaad. We waren niet bij het laatste EK, we gaan niet naar het komende WK. Maar zijn we wel bij dat EK daarop? Nou, als je daar niet bent, hè, 24 landen die kwalificeren zich. Ja, je bent toch wel bij de beste 24 van Europa. Hè. Dan moet je Andorra van je afschutten, San Marino, Luxemburg, dat soort... tegenstanders, ja, als dat niet meer lukt, dan stoppen we met voetbal. Dan kunnen we die tent hier ook wel sluiten. Valentijn zegt, we zijn er weer bij. We zijn erbij en dat is prima. Viva Hollandia. We gaan ons voor het komende EK onder Koeman zeker plaatsen, want hij is niet gek. Ja, wat zet je erop? Daar zet ik op een ontzettend lekker diner met Ronald Koeman. Voor wie? Op mijn kosten. Oh, heerlijk. Ja, en met de vrouwen erbij. En voor mij met de kinderen ook nog. Nou, top. Ja, en de kleinkinderen ook.